Een film over jeugdbende strekt veel jeugd, maar in Brussel ook beveiligers en zelfs politie naar de zalen waar die draait. Ik wil gewoon kijken hoe hij de straat eigenlijk in de bioscoop laat schijnen. Il dit la réalité. Vraiment? Oui. Ce qui se passe en Belgique en fait. Black gaat over een Congolees meisje en een Marokkaanse jongen. Een soort Romeo en Julia. Ze worden verliefd, maar horen bij verschillende bendes en dus ontstaat er een keiharde bendeoorlog. Dat het niet alleen maar film is, weten ze hier in Matonge, de Congolese wijk van Brussel. Een stadswijk met problemen, drugs, berovingen, prostitutie. De film is gebaseerd op bendes die hier actief zijn. Een onderschat probleem vindt politica Asita Kanko. Ik hoor hier van verkopers dat de politie weinig doet. Maar ik hoor van agenten ook dat het in dit wijk wel iets gebeurt. Dus ik denk wel dat de agenten ook meer middelen nodig hebben om hun werk te kunnen doen en meer steun nodig hebben. Er zijn jeugdbendes in Brussel. Ik vind dat dat wel belangrijk was om dat ook te tonen. Bende is een criminele organisatie die op het begin wel heel cool lijkt voor jongeren. Maar eens dat ze erin zijn, zoals de maffia met het Omerta-systeem, ze kunnen er niet uit geraken. Voor veel bezoekers is de film herkenbaar. Mokro's tegen zwarte die vechten om meisjes of om jongens. Ik heb het al 1000 keer gezien, de dag van vandaag is dat nog steeds zo. Ik ben een zwarte, ik verkeer met een Marokkaans meisje. Die problemen heb ik ook zelf, snap jij? En voilà, dat is dagelijkse kost bij ons dus. We willen de mensen ook natuurlijk niet bang maken. Je kunt nog altijd rustig in Matonge lopen, je kunt rustig in Brussel gaan. Ik bedoel, het is een film. Snap jij? Die acteurs spelen een rol, maar het is wel op waar gebeurde feiten gebaseerd.